Leuk dat je er bent. Nou, leuk om hier te zijn. Dit is, nou stel jezelf even kort voor de kijkers die jou nog niet kennen. Nou ja, mijn naam is Sebastiaan Sleeuwenhoek, 36 jaar, evenementenbureau One Events, gevestigd in Renooi. Nou ja, het zegt waarschijnlijk niet heel veel mensen wat, dus dan maken we er Lidam van, dat kennen meer mensen. En wij organiseren activiteiten, bedrijfsuitjes en dergelijke voor bedrijven en particulieren door het hele land. Dus nou ja, ook op locatie. Met name teambuildingactiviteiten? Teambuildingactiviteiten, maar ja, eigenlijk heel breed gezien organiseren we van alles. Schietactiviteiten, teambuildingactiviteiten, sportdagen, ja, you name it, we organize it. En je draait het inderdaad. Ja. En je zei net 10 jaar, even tussendoor. Ja, volgend jaar, juli, 10 jaar alweer als eigen baas. Cool. Ja. Nou ja, goed, wij kennen elkaar al, omdat ik, dat is voor de mensen, ik ben al... We zitten nu denk ik al op 8e jaar zo, want ik ben een keer bij jouw stage, zo ben ik eigenlijk begonnen, met een evenementstage. Ja. En toen uiteindelijk communicatie afgerond en toen, nou ja, sindsdien werken we heel veel samen. Dus ik heb veel websites, social media, alle filmpjes die we maken en zo, alles staat, ja, we helpen elkaar mee. Dus dat is wel, dat is wel erg leuk. Dus vandaar dat ik je ook heb uitgenodigd als toch iemand van mij, met wie heb ik de afgelopen 6 jaar veel contact gehad, wat zijn nou mensen met wie ik die... Ja, bij TTM horen eigenlijk min of meer, maar weet je, misschien op de achtergrond. Maar dus dat is wel leuk, omdat we ook regelmatig eten en brainstormen en ondernemen dingen en zo. Dus vandaar dat je erbij bent. Ja. Ik krijg hier nog, via Facebook zit ik even te kijken. Hans zegt, bewaar maar een stukje voor mij. En Marinus zegt, Marinus de Keizer, dat is de Betuwe-fotograaf. Die zegt, Renooi is ook oké. Dus die komt, misschien komt hij zelf wel uit Renooi, dat is ook nog wel even de vraag. Ja, mooie plaats, ik weet het. Goed, we gaan het vandaag hebben over trends in de evenementenwereld. Wat speelt er nu? Wat is hot? Wat zijn teambuilding uitjes die nu hot zijn voor bedrijven en waar je wat eigenlijk niet meer in is en zo? Dat komt een beetje langs. Ja. We zien er heel veel. Laten we eerst beginnen met een bedrijfsuitje, mm-hmm. een to-do dingetje of zo. Waarom organiseren bedrijven dat? Wat zie jij voor jouw klant? Verschillende redenen. Soms inderdaad als zijnde van dat een team binnen een bedrijf een bepaalde prestatie heeft neergezet waarmee ze beloond worden. En dat kan dan zijn inderdaad een dagje uit met het team. Of het bedrijf bestaat zoveel jaar dat ze met het complete bedrijf zeg maar een uitje of een evenement gaan organiseren. Ja, vaak wordt het eigenlijk ingezet als zijnde van waardering voor de medewerkers. Oké. En soms ook een stukje teambuilding. Ja. Ja, als bedrijven inderdaad bijvoorbeeld gaan fuseren, dan wil je ook nog wel eens zien dat er bepaalde afdelingen inderdaad samengevoegd worden. En dat ze dan een iets zoeken om mensen op een andere manier met elkaar kennis te laten maken. En dan dat het inderdaad ook echt wordt ingezet als zijnde van teambuilding. Dus op een andere manier met elkaar bezig zijn dan op de werkvloer. Duidelijk inderdaad, ja. Oké. Okay. En dat is dus het doel. Dus we hebben het doel zowel teambuilding als een beetje fun om iets te vieren of zo. Was dit vroeger... Was dat anders als we nu deze twee dingen nu noemen? Maar als je bijvoorbeeld kijkt, we hebben het onderwerp crisis. Dat zal voor jou ook wel effect gehad hebben. Of dat je het een beetje merkt dat het is natuurlijk misschien een fun activiteit. Zeker dat die fun activiteiten dan eerder worden weggeschrapt. Van ja, is geen budget vanwege ontslag of al dat soort redenen. Ja. Was dat vroeger veel meer? Dat je veel meer fun zag? En dat het nu steeds meer kwalitatiever is geworden? Dat het meer een doel moet hebben? Je ziet inderdaad wel een verschuiving dat vooral inderdaad op het gebied van teambuilding er wel een doel achter moet zitten inderdaad. Hè. Dus een achterliggende gedachte dat mensen echt wel een bepaalde richting in geduwd gaan worden, om het maar zo te zeggen. Ja, en als je gewoon gaat kijken naar vroeger. Vroeger was eigenlijk voor de crisis de sky is the limit. Toen kon het allemaal niet op. Dan was het gewoon overdag met z'n allen leuke activiteiten doen. 's Avonds een groot feest met eten, drinken. Soms overnacht, alles erop en eraan. Maar die tijd is wel voorbij. Hè? Je gaat nu gewoon zien dat er toch inderdaad veel al door het jaar kleinere evenementen georganiseerd worden. Hè? Dus dat niet bijvoorbeeld het complete bedrijf op pad gaat. Maar dat ze echt die afdelingen iets laten doen. Ja. Waardoor de inhoud ook specifieker wordt. Dus dat er inderdaad gewoon meer gekeken gaat worden van wat voor doelen hebben we voor ogen met dit team. En dan gaan ze met een bepaalde activiteit dat proberen te bereiken. De fun factor is en blijft nog steeds wel heel belangrijk. Hè, want vaak is het een moetje wil ik niet zeggen binnen een bedrijf. Maar je ziet toch ook wel dat bijvoorbeeld als mensen, of als ik een opdracht krijg waarbij 100 mensen opgegeven worden, dat er dan toch zeg maar 60 uiteindelijk maar aanwezig zijn. Ja, dat heeft ook gewoon
ja, vooral door in het weekend te maken met dat mensen andere dingetjes hebben, natuurlijk verplichtingen hebben. Dus je ziet toch dat voornamelijk door de week de uitjes wel plaatsvinden van de bedrijven. Oké. Okay. Nou ja, duidelijk inderdaad. Van dat, ik zei het net al in het eerder in het interview met Hella, die heel erg in de recruitershoek zit van het vinden en werven van personeel. Zij merkte dat de crisis al, dat het weer beter ging met bedrijven. Merk jij dat ook, dat het aantal aanvragen weer naar uitjes aan toenemen is? Dat de mensen wel weer zien van, het is wel belangrijk om weer dat sfeergevoel te krijgen met elkaar? Ja, nou ja, je ziet gewoon inderdaad dat de bedrijven die sowieso de crisis overleefd hebben, die hebben ook gewoon weer wat vet op de botten. Nou, als je wat vet op de botten hebt, kun je wat meer doen, om het maar zo te zeggen. Ja. Sommige bedrijven die houden het bij alleen bijvoorbeeld een avondje weg met de mensen. Dus gewoon eten en drinken. Maar je ziet ook steeds weer meer bedrijven die inderdaad zeggen van we pakken er een activiteit bij. Of meerdere activiteiten. Waardoor er gewoon een middag of een dagvullend programma weer ontstaat. Dus je merkt gewoon wel dat het langzamerhand inderdaad weer wat beter gaat worden. Mooi. Ja. Oké. Okay. Ja. Als we dan eens kijken naar die uitjes die je dan organiseert. Wat was vroeger populair? En nu totaal niet meer. Wat doen bedrijven? Als je gewoon gaat kijken naar zeg maar de periode voor de crisis, was voornamelijk moest het allemaal heel snel en gevaarlijk. Tussen haakjes, zeg maar. Maar vooral gemotoriseerd was helemaal in. Hè. Dus quad rijden, buggy rijden, powerboot varen. Heel veel gemotoriseerde activiteiten. Echt een beetje overdone, een beetje dat sky is the limit. En wat je nu gewoon merkt is dat het toch weer meer teruggegaan wordt naar de basis. Hè? Dus het echt samenwerken met elkaar is belangrijk. Hè? Dus het echt iets doen, hè? Met een team iets bouwen of iets creëren. En dat kan ook zijn een graffiti workshop waarbij ze dus met z'n allen een groot graffiti artist werk moeten maken. Met de teambuilding activiteiten gezien dat ze echt doelgericht iets moeten maken om iets anders te kunnen bereiken. Ja. Dus er is wel een verschuiving plaats, of er vindt een verschuiving plaats van weer meer terug naar de basis. Dus ook een beetje in het kader van het MVO en natuur, milieu, respect voor, et cetera, merk je wel gewoon dat de activiteiten die echt zeg maar milieubelastend zijn, dat die steeds minder eigenlijk geboekt worden en dat het al meer verplaatst naar gewoon het maatschappelijk verantwoorde ondernemen, zeg maar. Dus activiteiten. Speelt denk ik ook wel een stukje kosten mee. Want natuurlijk om quadrijden met 20 personen te doen is veel duurder dan een workshop boogschieten als bijvoorbeeld met 20 personen. Ja, ook dat speelt mee. Kijk nog steeds naar het budget technisch gezien is inderdaad een gemotoriseerde activiteit veel duurder dan inderdaad als je met 20 man gaat boogschieten. Ja. Klopt. Ja. Oké. Okay. Speelt ook allemaal mee. Dus die gemotoriseerde activiteiten, die heb je volgens mij ook nooit gedaan, hè? Of heel weinig? Of altijd ingehuurd, nooit zelf gehad? Nee, ik heb daar zelf inderdaad, heb ik me nooit op dat vlak begeven. En als ik zoiets had, dan, of als ik een aanvraag daarvoor had, dan had ik daar gewoon een organisatie die dat voor mij organiseert. Zodat ik dat gewoon inderdaad gewoon door professionele mensen kan laten uitvoeren. En ook verzekeringstechnisch gezien zit je dan wel op een heel ander vlak. Dus ja, je moet doen waar je goed in bent. Nou, je loopt ook veel meer risico's natuurlijk als er iets misgaat met zo'n gemotoriseerd ding. Of je gaat survivalen ergens of zo. Of even iets heel geks klimmen activiteiten doen. Ja. Of gliden of weet je, dat je... Tokkelen. Ja, stelt die inderdaad, ja. En dat... dus de gemotoriseerde activiteiten, die zijn dus wat minder, om te antwoorden. Wat is er dan nu opkomend? Of wat zie jij als van, dit zijn de veel geboekte activiteiten. Als mensen, de kijkers hier een bedrijfsuitje willen boeken. Wat zijn dan dingen die waar ze eerder naartoe gaan? Wat ze nu zeggen van, wat jij merkt van, dat is dit jaar toch wel... Ja, toch sowieso dan inderdaad, hè, dat back to basic. Hè, dus dat teambuilding richten meer. Gewoon de simpele tussenhaakjes activiteiten. Hè, waarbij je gewoon niet heel veel nodig hebt. Ik noem gewoon even een leuk voorbeeld, Jenga. Jenga, okay. Mega Jenga. Iedereen kent het waarschijnlijk wel van de tafelvariant, maar wij hebben het dan met grote blokken. Ja. Ja, dan zul je denken van wat vinden mensen daaraan? Hè? Een stapel blokken, maar ik kan je garanderen dat echt mensen gaan helemaal los. Ik bedoel, je hebt het zelf ook een paar keer... Ja, regelmatig Jenga is mijn specialiteit. Een paar keer gedaan. Dus dat vinden mensen gewoon heel leuk. Hè? En het is ook voor iedereen toegankelijk. Ja. Als je gewoon gaat kijken naar gemotoriseerd of de gevaarlijkere dingen, hebben heel veel mensen al zoiets van dat is te moeilijk of te ruig voor mij, dus dat wil ik niet. Nee. Dus je gaat steeds meer richting eigenlijk weer back to the basic, maar ook het real life gaming is upcoming. Dus de escape rooms is natuurlijk nu helemaal hot. Je ziet ook meer van die prison escape-achtige
activiteiten, waarbij echt een programma is waar je dan onderdeel van uitmaakt. En dan met je groep zijn de activiteiten moet doen. En waardoor je als je punten haalt weer naar een volgend level kunt komen, zeg maar. Ja, dus dat je echt wordt opgesloten, is dat, hè? In zo'n prison, dat je echt in een gevangenis zit. Beetje Fort Boyard idee, zeg maar. Ja, dat is... Ja. Dat soort activiteiten, denk ik, dat die in de toekomst nog wel meer terrein gaan winnen. Dat je steeds meer eigenlijk een soort onderdeel gaat worden van een totaal plaatje. En je iedere keer stapjes moet zetten om naar een eindresultaat te komen. Oké, duidelijk. Real life gaming eigenlijk een beetje. Dus dat het steeds meer een combinatie wordt misschien van digitale dingen. Tablets, dingen die met telefoons en de daadwerkelijke doelactiviteit. Gaat steeds meer, ik denk dat er steeds meer integratie gaat plaatsvinden van alle moderne communicatietechnologie. In combinatie met zelf actief dingetjes doen. Oké, interessant. Ik denk dat daar wel de toekomst in gaat. Okay. Dat steeds meer die kant op gaat. Maar jij focust je meer de activiteiten die je nu met name organiseert, dat zijn dan de workshop boogschieten, sabelschermen, teambuilding activiteiten die vaak waar iedereen denk aan mee kan doen met name, of op ieder niveau. Ja. En die toch gewoon leuke, simpele spelletjes die toch een samenwerkingseffect hebben uiteindelijk. Ja, precies. Dat zijn eigenlijk gewoon de activiteiten die sowieso altijd zullen blijven en die je ook gewoon heel goed kunt integreren in een programma waarbij je dus ook bijvoorbeeld zo'n real life gaming onderdeel uitmaakt. Maar ja, er zal altijd een groep blijven die gewoon het traditionele gewoon leuk vindt. Ja. En die gewoon niet de moderne dingen zou willen doen en dat ook niet leuk vindt. Maar ik denk dat het voornamelijk de combinatie gaat worden. Oké. Okay. Wat in de toekomst gewoon meer en meer zal gaan blijken ook. Ja. En als een bedrijfsuitje organiseert. Ik denk meestal één keer per jaar of zo. Misschien het kerstdiner of kerstuitje of misschien net voor de zomervakantie dan dat ze iets vieren. Jij bent dan daar een onderdeel van, mm-hmm. Waar ze jou. Maar waar moet een bedrijf op letten als ze een uitje gaan organiseren? Dan moeten ze denken aan vergunningen of veiligheid? Een beetje afhankelijk natuurlijk van wat je wilt organiseren. Kijk, bij een kerstdiner, dan ben ik niet echt een onderdeel. Tenzij zeg maar in de avond ze iets leuks willen qua entertainment. Maar eventjes gewoon inderdaad gewoon het bedrijfsuitjes organiseren, aan zich genomen. Merk je gewoon dat een aantal bedrijven ook gewoon vanwege de werkkostenregeling. Ja. Dat bedrijven toch ook wel wat interessant vinden om activiteit op hun eigen terrein te doen. Dus wij zijn ook gespecialiseerd in het organiseren op locatie. Dus we kunnen gewoon bij bedrijven op locatie ook dingetjes organiseren. En verder, als je als bedrijf zijnde op een bestaande locatie iets organiseert, dan moet je eigenlijk voornamelijk denken, heb ik alles geregeld met betrekking tot de catering. Hè? Dus dan ga je weer. Nou ja, als ze willen eten, dan heb je alles geregeld met hapje, drankje. Dat soort dingetjes allemaal. Dat allemaal belangrijk is. Maar daar houden wij ons niet echt mee bezig. En verder gewoon belangrijk dat je een locatie kiest die past bij je doelgroep. Ja. Dus als je snelle, vlotte mensen hebt, dat je niet op een locatie gaat zitten die oud, stoffig en vervallen is, bij wijze van spreken. Er valt iemand binnen. Jeroen komt binnen, die zit hierna. Dat is, met een plof. Dat is de man van de ICT en vervolgens staat hij op een kabel. Dus dat is weer erg toepasselijk. Ja, als je die kabel er maar niet uittrekt, Jeroen, want de UPS zijn we, die... Gaan we op zwart. Dan zijn we even offline, Goed. Even een uitstap, inderdaad. Maar je focust de randzaken rondom een evenement, die liggen niet echt bij jou, die liggen meer bij... Bij de organisator zelf. Kijk, sowieso kunnen we natuurlijk alles uit handen nemen wanneer mensen een opdrachtgever dat zou willen. Maar het is het schoenmaker, hou je bij je leesprincipe. Wij zijn goed in de invulling van een evenement. En cateraar is goed in, het woord zegt al, catering. En een locatie die weet wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van zijn of haar locatie. Ja, duidelijk inderdaad, ja. Goed. Dan heb je met name dus die... de bedrijfsuitjes die vinden dan, je noemde net al heel kort even de werkkostenregeling. Mm-hmm. Ik heb daar iets van meegekregen, maar kun je kort toelichten van wat dat voor bedrijven dan effect heeft als ze een uitje organiseren? Want kiezen ze dan eerder voor een locatie bij hunzelf of op een eigen locatie in plaats van extern? Ja, dat is ook een beetje wisselend. En laat zo zeggen, er zijn een aantal manieren die bedrijven gebruiken, om het maar even zo te zeggen, om het hele werkkostenregeling verhaal te omzeilen. Als je het als training of teambuilding formuleert, dan val je eigenlijk alweer buiten die werkkostenregeling. Ja. Maar op het moment dat het echt een fun factor heeft, dan val je er wel binnen. En dan zit je gewoon met een stukje kosten die je gewoon niet meer als bedrijf zijnde
kunt opvoeren, om het maar zo te zeggen. Ja, en door het op eigen locatie te doen, hou je het inpandig en dan heb je daar ook niet mee te maken. Ja, dat is de werkontregeling wat mij is bijgebleven, is dat je dus je mag maar van, zoals bijvoorbeeld een iPad geven aan je personeel of een uitje of iets, lunch bijvoorbeeld, dat is maar beperkt tot een aantal. Dat is die regeling volgens mij. Ja, klopt. Juist. Oké. Okay. En wat zijn nou, als je even kijkt naar het type events wat jij dan doet, wat zijn dan veelgemaakte fouten die mensen doen? Of behoed je ze daar eigenlijk al voor? Of wat je merkt in de aanvraagfase van nou, die snapt het niet helemaal of die onderschat het of zo? Ja, nou ja, wat gewoon belangrijk is dat op het moment dat ik een aanvraag krijg, dat ik sowieso gewoon probeer contact te krijgen met die persoon. Kijk, als ze bellen, dan heb je dat al. Maar als ze per mail een aanvraag doen, dan heb je meestal alleen maar of een mailadres en of een telefoonnummer. Als een telefoonnummer is, dan probeer ik toch altijd wel te bellen. Is het alleen een mailadres, dan willen ze ook vaak alleen maar informatie per mail. Maar wat je nog wel eens merkt, is dat een organisator dan een bepaald uitje voor ogen heeft, maar wat eigenlijk helemaal qua inhoud niet past bij hetgeen wat hij ermee wil bereiken. Hè. Dus ik noem maar even wat, als je een bedrijf hebt waar voornamelijk 55-plussers werken, ik noem maar even wat. Ja. Dan is het niet handig om een activiteit te gaan doen waarbij ze heel actief bezig moeten zijn als de meer dan de helft van het personeel niet sport, zeg maar. Ja. En dan hebben ze gewoon iets leuks gezien, ik noem wat bubbelvoetbal. Nou ja, een hele leuke activiteit als je fit en vitaal bent. En dan kun je zo gek doen als je wil. Maar als je minder fit en vitaal bent, dan is het een activiteit die niet heel erg aan te raden is. Nee, dus dan vinden ze het heel leuk en dan ziet het er ook allemaal heel leuk uit. Maar dan hebben ze eigenlijk... De groep heeft het dan niet, inderdaad. Nee. Precies. Dus dat zijn nog wel eens dingen die je merkt dat ze een ander verwachtingspatroon hebben. En dat moet je eigenlijk voor zijn. Juist, dus dat is het. Je moet... Ja, het is jouw taak eigenlijk al om het evenement om het succesvol te maken. Is eigenlijk om die klant al met iets te verder door te denken van wat wil je nou en wat... Om uiteindelijk de vraag achter de vraag te zoeken. Juist, zeg maar. Dat hij uiteindelijk wel een goede passende activiteit heeft bij bij zijn ding inderdaad, ja. Klopt. Oké. Okay. En als je kijkt naar trends die eraan zitten te komen. Je zag bubbelvoetbal, gaf je even aan. Dat is wel iets nieuws wat de laatste 2 jaar zo'n beetje nu wel... Dat is inmiddels op zijn retour, denk ik. Okay. Een activiteit die inderdaad gewoon nu zo'n 2 jaar bestaat. En waarbij je gewoon merkt dat direct er wel uit is. Hè. Dat iedereen van alles uit China kan halen. Nemen heel veel bedrijven gewoon de gok om zo'n partij van die ballen over te laten komen. Ja. En als jij gewoon incalculeert dat je er nog wat 3 maanden mee kunt spelen. En je haalt daar gewoon je kosten en je pakt winst, dan is het prima. Niet altijd een even goede ontwikkeling moet ik zeggen. Want daarmee creëer je ook een stukje onveiligheid. Omdat niet alles wat in China gemaakt wordt is veilig, even om goed, zo te zeggen. Maar dus. Dat is dus bubbelvoetbal voor de mensen die het niet kennen. Dat is dat je dus je hebt een bal om je heen eigenlijk. Je zit in een voetbal en je botst tegen elkaar. Ja, het is eigenlijk een combinatie van voetbal en sumo worstelen. Je hebt gewoon een soort pak om je heen. Dat is dan een bal inderdaad, een appel met het klokhuis eruit. Ja. Die heb je als een rugzak over je heen hangen. Waardoor je dus elkaar ondersteboven kunt knikkeren, legaal en ermee over de kop kan. En het is wel erg leuk om te doen ook een keer inderdaad. Ja, het is fitness gegaan. Ja, dat zeker. Je hoeft daarna niet meer naar de sportschool. Hey, en als je kijkt dan, wat is dan nu wel hot? Wat is iets wat jij nu bijvoorbeeld nieuw hebt in jouw trainings of events? Ja, nou, we zijn begonnen met Archery Tag. Een activiteit wat eigenlijk een combinatie is van boogschieten, paintball en trefbal. Nou ja, trefbal kent iedereen nog wel van school. Boogschieten, dat hoeft verder ook niet echt veel uitleg, denk ik. En paintball kent iedereen ook wel. Alleen, dit is een zeer veilige manier van op een hele leuke manier met elkaar een spel spelen. Waarbij er echt ook doelen gesteld worden die je als team zijnde hebt. Hè. Dus door het aan de ene kant uitschakelen van spelers van het andere team. En de 5 schijven uit het doel van het andere team weten te schieten om het spel te winnen. Kan op locatie door middel van onze opblaasbare bunkers. En we hebben hier in Asperen bij Event Center de Schildkamp hebben we een buitenterrein speciaal ingericht voor deze activiteit. En daar verwacht ik nog wel veel van, zeg maar. Dus Archery Tag is boogschieten? Boogschieten dus op elkaar. Met bogen en die pijlen. Ja. Maar er is iets speciaals met die pijlen dan? Ja, het zijn speciale pijlen. Er zit een soort grote foamdop zit erop. Waardoor op het moment dat je geraakt, het wel voelt. Maar dat je een soort tennisbal of zo? Ja, dat idee. Ja. De grootte van een golfbal eigenlijk. Maar in ieder geval wel dusdanig dat je het voelt. Maar niet dat je er echt gewond door kunt raken. Duidelijk. Zeer leuke activiteit om te doen. Ja, dat kan iedereen wel doen inderdaad. Zeker. Oké. Okay. En is die...
dat is één iets wat je ziet. Zie je nog meer dat er iets qua trend of qua het gemotoriseerde werd minder? Steeds meer back to basic. Ja. Maar je noemde net ook het woord escape room. Ja. Wat is dat precies dan? Bij een escape room is het de bedoeling dat je met een groep van meestal maximaal 7 personen opgesloten wordt in een ruimte. En door middel van het oplossen van allerlei raadsels die in die ruimte aanwezig zijn, vind je een code of een slot of een sleutel om uiteindelijk weer uit die ruimte te komen. Oké. En dat kan in verschillende thema's kan dat zijn. Je hebt bijvoorbeeld het horror thema, dan ook met acteurs. Dus je hebt rooms die gemaakt gebruik van acteurs, je hebt rooms die hebben dat niet. Maar het idee erachter is zeg maar dat je binnen een uur uit die ruimte moet ontsnappen. Oké, okay. En daar zijn we ook mee bezig om een eigen escape room te ontwikkelen. Ja. Scoop? Voor scoop de buitenwereld bij, denk ik dan? Bij Event Center de Schildkamp. Oké, okay. Ja, dat is... Ja. Dus daar ga jij je eigen escape room beginnen? Daar gaan wij onze eigen escape room beginnen. Oké. Okay. Klopt. Planning? Planning... De wereld kijkt mee. Planning, eind van het jaar. Zoiets, ja. Eind van het jaar, begin januari. Oké. Okay. Dan is het wel de bedoeling dat we operationeel zijn. Leuk. Ja. Dus dan kunnen mensen een teambuilding, een escape room doen in Asperen. Ja. Leuk. Ja, in combinatie met bijvoorbeeld Archery Tech, met het veld dat wij hebben. Of gewoon de traditionele bolen. Ja, het is alles mogelijk. Alles alle is combinaties mogelijk, zijn mogelijk. Ja. Oké, okay, nou gaaf. Een van de activiteiten is naast dat je een One Events hebt, heb je ook Paintball One. Ja, en klopt. Merk je dat Paintball, is dat nog steeds populair? Loopt dat nog? Is daar veel vraag naar? Wat merk je een beetje in die paintballmarkt? Ja, als je gewoon gaat kijken naar paintball als activiteit aan zich, wordt het nog steeds wel gespeeld. De meeste mensen hebben het ook wel eens gespeeld. Alleen als je gaat kijken naar hoe het aangeboden wordt, is het toch wel de laatste jaren een verschil opgetreden door een aantal grotere spelers die het voor een dusdanig laag bedrag op de markt hebben gezet. Ja, dat het gewoon bijna eigenlijk gewoon ongelooflijk is dat ze het daarvoor zouden kunnen organiseren. Ik snap wel waarom ze het doen, omdat ze voornamelijk het van de bijverkoop hebben en de catering die eraan vastzit. Ja. Dat hebben wij niet. Hè. De locaties waar wij het organiseren, hebben wij niet de catering in handen. Dus zijn wij gewoon genoodzaakt om een bepaald bedrag te vragen om ervoor te zorgen dat het ook haalbaar is. Dat je in ieder geval geld mee verdient, dat het geen geld kost. Maar daar hebben wij ook gewoon aan vastgehouden. Hè. We zijn benaderd door Groupon en al die vakantieveilingen. Maar ik sta voor mijn product. Ik wil gewoon kwaliteit bieden. En daar hou ik me aan vast. En dan verkoop ik liever het maar 10 keer per jaar. Ik noem maar wat. Dan 100 keer. En ik een hoop ergernis heb van mensen die de boel slopen. En er wordt dan gezegd van... als je eenmaal bijvoorbeeld bij zo'n Groupon actie meedoet, dan heb je ook kans dat ze weer terugkomen. Of de kans is groot. Maar ik denk bij mezelf, waarom zou ik als ik ergens voor 10 euro bij Groupon iets kan doen, waarom zou ik dan de volgende keer 30 euro gaan betalen? En dan ga je ook weer naar Groupon. Dus ik geloof er niet zo in. Plus het fenomeen dat als jij het nu voor dit bedrag aan kan bieden, je het ook in de toekomst, dat mensen denken van waarom kun je het dan ook niet voor dat bedrag aan bieden? Ja, inderdaad. Dus de kans is klein. Dus ik hou me gewoon vast aan de kwaliteit. En het payment aan zich heeft daardoor wel een val gemaakt. Ook door Airsoft, dat is eigenlijk ook wel een nieuwe activiteit. Wordt steeds populairder, maar is nog niet voor iedereen bereikbaar. Dat heeft gewoon te maken met de wet wapens en munitie. Ja. Airsoft is eigenlijk een variant op ook weer een beetje dat real-life gaming met wapens. Airsoft is echt met die echte wapens, met die replica's. Gele balletjes. Die ja, de mensen kennen ze wel van de kermis, gele balletjes. Alleen wij gebruiken een biodegradable, dus milieuafbreekbare balletjes. Ja. Zijn 6 mm balletjes en die worden geschoten door op een echt lijkend wapen. Dus gewoon een op een lookalike van bestaande vuurwapens. Okay. Daar zit dus ook gelijk de trick dat vanwege de wet wapens en munitie je daar niet zomaar mee kunt schieten. Dat geeft problemen. Dat geeft bij problemen. Bij politie. Ja, zeg maar. Bij iedereen. Logisch. Als jij daarmee over straat loopt, dan heb je binnenkort een keer een arrestatieteam achter je aan. Ja. En vooral met alle aanslagen en dergelijke. Ja, is dat vrij gevoelig. En is het iets wat wel paintball langzamerhand aan het verdringen is, maar voornamelijk nog op het gebied van sport. Oké. Okay. Paintball sport die is helemaal ingekakt, om het maar zo te zeggen. En de airsoft sport is upcoming. En dat gaat ook wel meer richting het commerciële, maar dat is mede afhankelijk van hoe die wet wapens en munitie aangepast gaat worden. Dus je hebt dat paintball neemt eigenlijk een beetje af qua populariteit, omdat iedereen het wel eens heeft gespeeld en dat het is leuk. En ze willen naar een alternatief wat erop lijkt. En dat zou dan Airsoft moeten zijn. Ja. Alleen Airsoft zit nog een beetje met regelgeving, waardoor bedrijven zoals jou het nog niet zo goed
in de markt kunnen zetten. Nou ja, we zetten het al in de markt met speciale wapens die wel toelaat, of die wel toegelaten zijn. Alleen ja, dan heb je het ook weer over een China-wapen. En, dat niet is de meest beste niet de meest kwalitatief beste wapens, waardoor je vaak met reparaties zit. En, ja. Ja, ik snap het inderdaad. Ik word er niet blij van, laat zo zeggen. Nee, goed. Dus dan is dat is Airsoft niet heel spannend inderdaad. Ik kijk even ondertussen of we nog een vraag hebben, maar ik zie op Periscope niets en op Borrelingen. Gefeliciteerd. Borrelingen, die ken je wel. Jazeker. Die zitten nu ook ondertussen promotie te maken voor hun eigen kanaal. Dus dat netwerken met een knipoog, ja. Spannend. Hebben we op YouTube nog reacties? Ja, wel reactie, maar geen vragen. Oh, wel, wie reageert? Daniel Jan van Oud-Heuken. Oh, Daniel Jan. Ja, wat zegt hij? Gefeliciteerd. Oh, gefeliciteerd. Kan maar niet anders. Leuk. Nee, Daniel Jan, dat is de topsoort. Ja, die kennen wij. Perfect, ja. Hey, heb je dan nog, want we zitten alweer richting het einde. Heb je nog een tip voor ondernemers qua, uiteraard dat ze bij jou moeten zijn natuurlijk, maar... ook iets voor een teambuilding activiteit of iets wat ze moeten doen? Nou ja, nee. In die zin, als je iets wilt organiseren, bekijk goed wat voor doel het wil dat je wil dat het dient. Ja. Kijk, fun is natuurlijk overal te organiseren. Maar wil je echt een bepaald doel bereiken, dan is het handig om vooraf gewoon dat doel te communiceren met degene die het gaat organiseren voor je. Oké. Okay. En gewoon algemeen, zeg maar, voor ondernemers, blijf gewoon geloven in je product. Al zie jij dat om je heen iedereen het voor 5 euro minder aan gaat bieden, maar jij gelooft gewoon in je eigen product dat dat waard is. Ja. Ja, blijf dan gewoon in je product geloven. Want uiteindelijk is mijn visie overwint kwaliteit het van kwantiteit. En natuurlijk heb je wel kwantiteit nodig om je bedrijf te blijven runnen. Maar ja, uiteindelijk weten mensen je toch wel te vinden als je kwaliteit levert. En die komen dan ook terug en die vertelt het ook verder. Juist. En je naam is veel sneller afgebroken dan opgebouwd. Oké, nou dat is een mooie afsluiter van dit interview. Dankjewel. Pak je cadeautje nog even uit. We hebben nog een cadeau. Ja, maar ik heb voor jullie ook nog een cadeau. Voor jou ook nog een cadeautje. Hella, ik zie dat jij weggaat ondertussen. Tim pakt... Je mag... Toch wel. Nee, is prima. We hebben een leuk cadeautje en je mag een bosje bloemen pakken. Serieus? Ja. Ja, natuurlijk. Maar dat hoort erbij. Dus... Moet ik het hier uitpakken? Nee, dat hoeft niet. Nee, mag je gewoon lekker voor thuis voor vanavond op de bank. Kan ik de vrouw des huizes ook blij maken? Ja, zeker weten. Wow, hartstikke lief. Hey, heel veel succes. Bedankt Hella, leuk dat je er was. We spreken elkaar. Afgesproken. Doeg. Wat heb jij... Oh. Is het kunst of... je kan er een kunstwerk van maken, maar... Kijk, aangezien jij als ondernemer zijn er natuurlijk niet... niet je bloemetjes water geeft, of althans wel eens vergeet, denk van nou, ik neem een mooie cactus voor je mee, met ook genoeg prikkels voor de komende 6 jaar. Oh, dus er zit eventjes een gedachte achter. Een prikkelend bloemetje. Precies, weinig onderuit en genoeg prikkels zitten erin voor de komende 6 jaar. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Ik, door de drukte vergeet ik wel eens om water te geven, dus dit is zeker wel een cadeautje om... Die mag een keer 2 weken vergeten worden. Nou, hartstikke leuk, Sebas. Een subtiel leuke hint inderdaad, ja. Yes. Perfect. Nou, goed dat je er was. We hebben... Het is 10:30 en het volgende onderdeel dat is over... Het gaat over Instagram. Over hoe je dat zakelijk kunt inzetten. En daarna hebben we Jeroen die al aanwezig is. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Zeker. Dus, nou, dankjewel, Sebas. Graag gedaan. Ik neem een kopje koffie. Neem een kopje koffie, inderdaad. En dan... En heel veel succes, hè, vandaag. Gaat lukken, inderdaad. Gaat lukken. Ja.